Ik sta hier in de studio van RPL om zo dadelijk te gaan praten met Henk Schellevis. Henk Schellevis presenteert al 35 jaar Hit Shadow, het populaire programma op de dinsdagavond. 7 jaar na de komst als technicus bij Radio Prozana, nu RPL Woerden, begon Henk Schellevis in 1987 met het presenteren van het programma Hit Shadow. Ja, hoe voelt dat? Nou ja, het is toch een beetje een feestje. Dus 35 jaar vind ik een hele tijd. En ik doe het nog steeds met veel plezier. Dus, Zijn de ingrediënten nog steeds hetzelfde? Ja, het is wel een klein beetje een paar dingetjes veranderd. Maar zo de basis van het programma, daar is niks aan veranderd. Jouw voorliefde ligt toch een beetje in het verleden. Oude radiofragmenten van zeezenders. Waar komt die voorliefde vandaan? Ja, het is eigenlijk van huis uit. Ik weet nog wel, toen ik 12 jaar was, dat een vriendje zei van, joh, ga met mij mee. Dan gaan we de Veronica Top 40 halen. Ik denk, top 40? Op zo'n velletje papier. En dan moet je gaan luisteren op zaterdagmiddag. Hij had voor mij in de radio ook afgestemd. En toen weet ik nog wel dat ik het heel bijzonder vond dat ze niet bij 1 begonnen, maar ze begonnen bij 40. Ja, dat is ergens logisch natuurlijk, maar dat kan ik me nog. En toen is die liefde voor hitparades ontstaan. In het programma wordt nog regelmatig muziek van oude LP's of singles gedraaid. De tikken en de krassen die je dan hoort dragen bij aan een warmer geluid dan bijvoorbeeld van cd of computer. En welke stijlen en periodes behandel jij in je programma? Nou, ik heb toen gezegd, toen het programma begon, het moet ouder als 12 jaar zijn. Dus van 75 was toen het. Maar dat heb ik eigenlijk nooit losgelaten. Want toen op een gegeven moment denk ik, ja, ik ga geen 1980 doen. Er zijn andere programma's voor. Fragmenten over het verleden van bijvoorbeeld de zeezenders Noordzee en Veronica, zo'n ruim 40 jaar geleden, zijn onlosmakelijk verbonden met het muziektijdperk van het programma Hit Shadow. En die zeezenders, dat is, ja, het is natuurlijk iets geweldigs uit het verleden. Ik had het nooit willen missen. We behandelen het ook in het programma, omdat ik vind dat de geschiedenis levendig moet blijven en moet blijven kloppen. De eerste jaren draaide Hitshow vooral op eigen kennis en naslagwerken. Inmiddels aangevuld met het internet, wat ervoor zorgt dat het programma Hitshow nu na 35 jaar nog lang niet aan input zou ontbreken. Hoe lang ga je nog door, Henk? Ja. Hoe lang ga je nog door? Hoe lang blijf je gezond? Hoe lang vindt de omroep het nog leuk? Blijft de omroep bestaan? Maar wat mij betreft ga ik nog voorlopig wel even door, ja.